Misschien heb je al plannen gemaakt, dan zijn die de ijskast ingekund. Ja, daarvoor. Ja. Hey, vakantie. Ja, want eerst dachten we allemaal, weet je, we gaan deze zomer gek doen. We gaan ver weg. Kan ons het schelen. Maar ja, toen kwam de corona en toen wisten we dat dat er in ieder geval niet in ging zitten. En nu kunnen we weer opnieuw gaan nadenken. Van ja, wat doen we? Maar toch veel mensen die schijnen voor vakantie in eigen land te kiezen. Of in ieder geval dichtbij. En dan hoef je niet het vliegtuig te pakken. Maar dan kan je bijvoorbeeld terecht voor een caravan of voor zo'n camper. En waar je terecht zou kunnen is Witoma. Dat zit in Rosmalen. Goedemorgen, Wim van Dijk, de directeur daar. Goedemorgen, Wim van Dijk, Witoma caravan. Ja, het gaat volgens mij best voorspoedig bij jullie, toch? Wij mogen niet klagen. De laatste 14 dagen is het hier erg veel belangstelling voor caravans en ook campers uiteraard. Ja, ik zag een stukje met jullie op televisie en toen dacht ik... Ja, natuurlijk. Mensen die gaan denken. En die gaan denken, joh, dicht bij huis. En dan kunnen we beter misschien maar voor een caravan of een camper gaan. Dat klopt. Ja, ja, dat geven mensen ook duidelijk aan. Ja, je hebt je eigen bed, je hebt je eigen toiletvoorziening. Wij kunnen in de caravans heel makkelijk douchevoorzieningen aanbrengen. Mm-hmm. En dat betekent dat ook al zouden de campings mensen nu al weg willen voor 1 juli... en de sanitaire voorziening op de camping zou gesloten zijn... dan kun je met onze caravans en campers nog prima terecht op de camping. Ja, want dat was denk ik heel grote de vraag van iedereen, of niet, die bij jullie kwam. Van, heeft hij een eigen douche? Kan ik zelf naar het toilet in mijn camper of caravan? Ja. Het grote probleem bij de caravans was het douchen. Want kijk, de meeste caravans zijn wel uitgevoerd met een chemisch toilet. En als je dat maar kunt storten op de camping, de fecaliën, dan komt dat wel goed. Alleen het douchen. Maar voor het douchen hebben wij een voorziening weten te maken... dat je dus een doucheslang aan de buitenkant van je caravan kunt hebben. En het douchetentje ernaast. En dan kun je gewoon... comfortabel douchen. Ja, ja, voor alles inderdaad een oplossing. Iedereen die gaat ook wat creatiever nadenken. Als je nou een beetje kijkt naar het verschil bijvoorbeeld van nu en vorig jaar en de coronacrisis, is het dan echt per se ook echt drukker, zeg maar, bij jullie? Ja, het is zo dat wij de inhaalslag op dit ogenblik maken, omdat toen de corona uitbrak iedereen in een mineur was. Ja. Oh jee, we kunnen niet meer op vakantie, wat moeten we met een caravan, wat gaan we toch doen? En sinds 14 dagen is het hier bijzonder druk geworden. Omdat mensen inzien hoe goed dat ons product in deze coronatijd te gebruiken is. Ja, ja, dus je hebt bij moeten schakelen. Mensen van, goh, alle verloven ingetrokken. Jullie gaan zelf niet op de vakantie. Blijf hier maar. Nou, we hadden onze mensen toevallig wel op vakantie gestuurd. Om met de camper en de caravan. Om gewoon ook ons personeel, onze medewerkers, te laten ervaren hoe fijn dat het is om in Nederland op vakantie te zijn. Ja. Met een caravan. Ook in deze tijd. Nou. Juist in deze tijd. Is op de camping prettig. Nou, vooruit. Doe maar. Geef maar gewoon de allerbeste tip die je hebt. Want dat heb je ongetwijfeld al teruggekregen van je personeel. Waar moet ik heen deze zomer? Nou, als je op internet kijkt, zie je dus dat er heel veel campings open zijn in Nederland. En dat er echt wel mooie mogelijkheden zijn. En Nederland is gewoon een fantastisch land om vakantie te vieren. Maar wat is nou het allermooiste? Waar moet ik echt zeker heen? Ik ga zelf naar Friesland over 3 weken. Daar heb ik al jaren op mijn bucketlist staan. Oh, daar ga ik hier lekker naartoe. Oh, lekker man. Lekker. Friesland, Bob. Hartstikke goed. Ik had nog even gehoopt dat je had gezegd, blijf gewoon in onze prachtprovincie. Want wij zijn het mooiste van heel Nederland. Maar... Nou, daar is natuurlijk ook zo, maar die kennis. Ja, Wim. Goed zo. Ja. Hey, mag ik jou heel veel succes wensen met alle business? Maar dat zal ongetwijfeld goed komen. Op de site witoma.nl zie je het hele team staan. Dat zijn allemaal hele enthousiaste mensen. Dus die komen graag bij je voor een nieuwe camper of caravan. Dankjewel, hè. Hartelijk dank. Yo, houdoe.